Met PowerToys heb je binnen Windows 10 extra tools beschikbaar. In eerdere auto's hebben we er een aantal bekeken, maar er komen telkens meer opties bij. Eén daarvan is de tool PowerToys Run, waarmee je snel kunt zoeken. Hoe deze tool werkt, zie je in deze auto. Mocht je de PowerToys nog niet hebben geïnstalleerd, dan kun je ze hier vinden. Scroll wat naar beneden voor de nieuwste versie. Je vindt de link in de beschrijving onder deze video. Na installatie vind je de PowerToys terug in het systeemvak. Klik erop om het instellingenvenster te openen. Aan de linkerkant vind je de verschillende tools. Hier vind je PowerToys Run. Bovenaan schakel je deze tool in. Hier vind je de sneltoets waarmee je PowerToys Run kunt openen. Je kunt deze eventueel aanpassen, maar je kunt alleen de toetsen Win, Ctrl, Alt en Shift gebruiken. Je geeft het maximaal aantal resultaten aan. En of je de voorgaande zoekactie wilt wissen bij het starten van Power Toys Run. Daaronder kun je aangeven op welk beeldscherm je de tool wilt laten weergeven, uiteraard bij het gebruik van meer vensters. Standaard is het beeldscherm waarop de cursor zich bevindt geselecteerd. En je kunt de modus kiezen. Daaronder vind je de invoegtoepassingen die je in de zoekresultaten wilt opnemen. Als je bijvoorbeeld niet in het register wilt laten zoeken, schakel je dat hier uit. We bekijken hoe het werkt. Gebruik op het bureaublad de aangegeven sneltoets, alt plus spatiebalk in dit geval. Er verschijnt een zoekbalk waarin je kunt zoeken wat je wilt, bijvoorbeeld naar een programma. Of naar een afbeelding of je typt een ingewikkelde som. Wat je maar wilt, genoeg om uit te proberen. Tot zover deze How-to over Power Toys Run.